Welkom bij de 12e aflevering van de Tafel van. En we gaan nu echt Hilversum diep en diep in. Maar we hebben een huizenaar meegenomen. Want Arie den Dikke, die alles van de bouwgeschiedenis van Hilversum weet, die woont in huizen. Ik begrijp daar niets van. Want waarom kom je niet heel gauw hier naartoe en ga je lekker in de schaduw van het lang gewenst verder met je werk? Hoe zit dat? Ik denk misschien een beetje groot, hè. Er zijn mensen die vinden dat het Gooi één dorp of stad moet zijn, maar... Voor jou geldt dat niet. Dat hoort toch allemaal bij elkaar hier? Ik dacht nog wel een beetje, ik heb gezien dat jij uit Giessendam komt. Ja, Hardingsveld-Giessendam. Hardingsveld-Giessendam. En ik ken dat een heel klein beetje, omdat een goede vriend van mij daar woont. Ja, dan heb je toch in de verte ook wel de geur van het water. En dat zal je in huizen dan misschien ook nog voelen. Hè? Het mooie is, als je bij ons gaat fietsen, dan kom je alle soorten van landschap tegen. Ja. En er zit heel veel van het Gooi natuurlijk, maar ook het wijde water. Ja. Dat is prachtig. En dat zijn we gewend bij de Merwede. Zeg maar, ik ken je natuurlijk al jarenlang, want dat heb je erg lang gedaan, als beleidsmedewerker van de Monumentencommissie Hilversum, hoe je dat noemt. Ja, Monumentenzorg. Monumentenzorg. Commissie is weer een apart orgaan. Ja, ongetwijfeld. Ja. En ze hebben je zoveel kans gegeven, want ik heb hier op mijn fietsje een paar kilo boek meegesjouwd, waar jij aan hebt meegewerkt. Kijk, zo'n boek dat ligt in heel veel Nederlandse of Hilversumse huizen van mensen die met omroep te maken hebben. Dat heet Kathedralen en Luchtkastelen van de Omroep. Dat is natuurlijk altijd een prachtig boek waar jij ook een forse bijdrage hebt geleverd. Nou, op mijn nachtkastje ligt dan weer de Raadhuizen van Hilversum. Zo, het is maar wat je wil, hè? Ja, ja. En dat is ook een prachtig boek geworden. Je hebt nog verschillende andere dingen meegedaan, dus dat zit wel goed. Maar ik was stom verbaasd om te zien dat je nu heel druk bent met een stukje Hilversumse omroepgeschiedenis in de vorm van dat orgel. Dat vanaf 1936 is het geplaatst in de AVRO-studio. Ja. En dat was een Engels orgel, een Compton-orgel. En dan moet het nog even hebben dat andere orgel wat in de Tesselschadelaankerk stond. Maar in ieder geval in de AVRO-studio heeft het jarenlang achter een scherm gestaan. Ja, er is zelfs een heel apart gebouw voor gebouwd. Want het moest vooral losstaan van de studio. Ja, vanwege de... Doos in doos en dan nog eens een keer een doos in die binnendoos. Het kon toen allemaal nog, hè? Het is prachtig gebouwd. De AVRO is echt de mooiste muziekmachine, omroepmachine van Hilversum. En daar stond het orgel in. Het is echt een theaterorgel, hè? Het is geen kerkorgel. Ja, het orgel, ik noem het even het orgel, want het waren twee delen. Ja. Het is een kerkorgeldeel geweest en een theaterorgel. En dat werd door Pierre Palla concertorgel genoemd, omdat het een heel breed instrument is. En er stond dus ook een groot kerkorgel van 50 stemmen. En als je dat vergelijkt met orgels die we kennen, dan is dat qua stemmenaantal de grootte van de Dom in Utrecht. Kun je je voorstellen? Dat zat allemaal in dat speciale orgeldeel. Want er waren ook twee speeltafels. Ja. Hè? Het kerkorgel had geloof ik 3 manualen en het theaterorgel 4 manualen. Ja. En dat stond allemaal maar in die studio bij elkaar. Maar ik heb het alleen maar meegemaakt dat er een groot scherm voor stond. Want wanneer zijn ze daarmee opgehouden? Het scherm is een onderdeel van het gebouw. Hè. Het is een betonnen karkas, dat hele gebouw waar de orgels in stonden. En om het geluid eruit te laten komen, zitten daar shutters in die betonnen voorwand. Maar omdat dat niet aardig is om te zien, is daar een mooi raamwerk voor gemaakt. Wat ook een functie had trouwens. Want het had de functie als klankscherm wanneer er een orkest in de studio speelde. Ja, en dan ging het geluid de zalen in. Verstrooid. Maar als het orgel speelde, dan moest die lamellen open. En zo is het ook jaren functionerend geweest. Hey, maar je hebt net een persconferentie georganiseerd in het MCO. En dat gaat erover dat het plan wat nu loopt is dat het orgel, wat trouwens nogal beschadigd is geweest bij de verbouwingen in de AVRO, dat ligt nu in Amersfoort, geloof ik, zeg ik dat goed? Het lag in Utrecht en intussen ligt het in Den Bosch bij orgelmaker Pels en van Leeuwen. Ah, ja. Die gaat zich daarover ontfermen. Maar wat belangrijker is, denk ik, er is een nieuwe stichting. Ja. En die stichting, Pierre Palla Concertorgel, die gaat zich hiermee bezighouden. En dat is het nieuws van deze weken, denk ik. Dat er een aparte groep is om het geld ook bij elkaar te halen. Er is gelukkig al wat voorbereid. Want hij gaat naar VARA Studio 1, hè? Hij gaat van de oude AVRO naar de oude VARA. Dat is wel gek, want de VARA had natuurlijk ook een hele eigen orgelgeschiedenis. Ja. Dan praat je over Johan Jong en je praat over Cor Stijn. Maar wat Cor Stijn zei van, hier sta ik en daar staat Pierre Palla, die overigens Pala heette en uit Venlo kwam. Ja. Maar die had een diep respect voor die man. En ik heb nog een grammofoonplaat meegenomen van Ryan Dixon. Dat was in Engeland, hè. Mr. Blackpool, die al die grote balzalen hadden, zo'n knal theaterorgel staan.
En die werd hier in Hilversum uitgenodigd. Die hoorde Pierre Palla. Die zei, wat moet ik hier in hemelsnaam doen? Hè? Ja, ja. Dus we zijn van plan van RTI om dus die hele bouw van dat orgel, om dat goed in de gaten te houden. Maar wat we van jou nog moeten horen, kan nou de huidige generatie nog iets zien en horen van Pierre Palla? Want hij is in 1968 overleden, las ik. Hè? Ja. Is er nog veel materiaal van? Er is wel materiaal van, maar niet al te veel. En ik heb oude studiekopieën gezien uit het Omroepmuseum Beeld en Geluid. En dat is heel mooi om hem ook in studio 1 van de AVRO te zien spelen. Ja, dat is geweldig. Ja. Zwart-wit, uiteraard. Want hij was een hele gekke vent, hè? Want ik heb begrepen van mijn moeder altijd al dat hij begeleidde net zo gemakkelijk een paar kleuters met een zangkoortje. Ja. En even later zat hij van Poulenc, Sidalise, Le Chef op Pied te bewerken, hè? Of te spelen. Dat was breed georiënteerd. Een klassiek gevormd muzikus. Hè? Nou, is het nou zo dat al die Hilversums die willen natuurlijk allemaal geld storten om dat orgel mogelijk te maken en zo? Is er een site waarop men verder informatie kan krijgen of zo? De site is er nog niet, maar er is wel een bankrekeningnummer natuurlijk. En er gaat het nodige gebeuren. Ja. We zijn nog maar net begonnen, dus websites en zo, dat komt allemaal nog. Ja. Omdat het een onderdeel van het MCO is, Studio 1, zal het ook op gelinkt zijn aan de website van het MCO. Oh, wacht, dat is al een heel dat is een hele belangrijke. Nou ja, wat al gezegd, RTI houdt je in de gaten. Dus bij een komende uitzending dan zullen we breed in beeld brengen waar het over gaat. Ja. En voorlopig ontzettend veel succes gewenst om dat grote ding in die VARA Studio 1 te krijgen. Het lijkt me een machtig moment. Heel veel succes ermee. Hartelijke dank. Ja hoor. Wie ben ik om over beide vioolbouwers iets te zeggen? Want zij zijn een miljoen keer bekender dan ons programma. Maar ik noem het toch maar even. Annelies Steinhauer deelt het leven al 1000 jaar met Jaap Bolink. Hij is een tukker, daar kan hij niks aan doen. Ja. En jij komt uit Amsterdam. Ja, dat klopt. Maar jullie hebben elkaar leren kennen in Beieren, heb ik begrepen. In Mieterwald, in de schaduw van het huis waar Richard Strauss woonde. Hè? Die woonde in Garmisch-Partenkirchje, door niet zo ver. Ja, maar daar ben ik eigenlijk nooit geweest bij zijn huis. Maar wij zaten ietsje verder weg op die school. En daar hebben wij elkaar inderdaad getroffen. Je had natuurlijk veel te druk om elkaar te verkennen, om dan naar Richard Strauss te gaan. Ja, Garmisch-Partenkirchje, dat was toch wel een uurtje of wat lopen, hè? In die tijd. Wel, zeker. Want de lelijke eend was nog niet in zicht. Nee, hè? Toen nog niet. Nee. En als we langs jullie huis reden op de Heuvelaan, want er zijn natuurlijk honderden muzici door de jaren heen van de omroeporkesten alleen al, maar ook van de grote orkesten, ook solo muzici die vanaf het station of met de auto achterloos jullie huis weten te vinden. En dan de fiets tegen de Panaar zetten of tegen de oude Citroën. Dat is dan wat er buiten gebeurt. En we gaan ook even straks bij jullie atelier kijken. Maar jullie bouwen allebei tot je leven hangt er vanaf. Want eigenlijk hebben jullie al een hele lange carrière achter de rug. Maar de portefeuille zit barstensvol met opdrachten. Hoe werkt dat? Nou, we hebben eigenlijk inderdaad wel altijd opdrachten. En dat is nog steeds wel zo. Maar door de crisis is toch bij de muzici... die hebben het niet eenvoudig tot beroerd, zou je af en toe wel kunnen zeggen. En dat merk je wel. Daar ze geven absoluut, ze houden toch een beetje de knip dicht. Ze zijn gewoon een beetje bang om iets te bestellen, omdat ze niet weten of ze volgend jaar nog in dat orkest zitten. Laat staan, want wat is de gemiddelde leeftijd? 2-3 jaar, zeg ik dat goed? Dat was het altijd zeker, minstens 3 jaar. Want het is nu wel iets korter geworden. Daardoor onder andere ook, en ook misschien wel omdat je wat ouder wordt en ook het leven wat misschien iets gemakkelijker neemt. Dat wij niet graag in Hilversum, hè? Daar beginnen we niet over. Nee. In de zin van dat je dat je het ook wel eens fijn vindt als je niet wakker wordt en denkt, ik moet nog voor 4 jaar werk afleveren. En dus voor ons is het op zich is deze situatie best wel een beetje plezierig. Maar niet voor iedereen natuurlijk. Ik heb van jullie ooit een keer een hele mooie uitspraak gehoord. Wij bouwen het antiek van de toekomst. Hè? Want ik kom nog eens op bezoek bij het Nationaal Muziekinstrumentenfonds. En jullie worden regelmatig, of werden ook al, maar worden ook uitverkoren om uit de fondsen die zij binnenhalen, om nieuwe instrumenten te bouwen die dan vervolgens worden uitgeleend aan talentvolle muzici. Zeg ik dat goed? Ja, dat was zo. Nu, dat was vroeger een fonds en die gaf geld. En van dat geld moesten opdrachten vooral uitsluitend bij nieuwe levende bouwers. Nee, geplaatst voor de nieuwbouwinstrumenten. Ja. We werden daarvan betaald. Maar dat is nu niet meer aan de orde en nu richten ze zich meer op
Hele oude, antieke, dure instrumenten, ja, 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 waar ze dan weer fondsen voor trachten te vinden om dat te betalen. Maar, het niet, maar we hebben er wel veel instrumenten in. Er zijn ook vaak mensen die op een gegeven moment overlijden en dan schenken ze hun instrumenten aan het fonds. Ja. Dus zodoende hebben wij daar heel wat in zitten. Want ik heb van jou een keer begrepen dat natuurlijk strijkinstrumenten heel lang hun waarde behouden, mits ze niet in brand vliegen. Bijvoorbeeld dat blaasinstrumenten lang niet zo waardevast zijn als strijkinstrumenten. Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt. Ja. Ja, een strijkinstrument heeft bijna geen slijtage. Een vleugel wordt in principe ook altijd minder waard. En toch is het raar, ja, want dat heb je mij een keer verteld, dat een belangrijk deel van een viool en van een strijkinstrument, dat is het bovenblad, hè, wat via de stapel dan naar het onderblad gaat. Maar dat is het ergste waar je bomen houdt, wat je kunt voorstellen. Hè? Ja, dat hè? Had je gedacht. Ja, nee, hoor, nou, niet vertel echt, hoor. Vertel eens. Nou, dat bovenblad, dat is gemaakt van vurenhout. En dat klinkt nog heel erger. Ordinair, hè? Ja. Maar dat vurenhout, dat komt van bomen uit de Alpen. Ja. Die heel zeldzaam zijn. Die bomen die zijn minstens 350 jaar oud. En die moeten aan de noordkant van een berg groeien. Dat ze helemaal recht groeien, zodat ze kaarsrecht splijten. Dus dat hout is heel zeldzaam en peperduur. Maar het heet wel vurenhout. Ja, ja. En dan denk je meteen aan die vloeren die overal in de huizen op de grond liggen. Waar je dan een parket overheen doet. Maar dit is echt wel een hele speciale soort. Ik zit trouwens hier tegen een prachtige onderkant van de viool te kijken, weliswaar. Maar hoe krijg je dat er allemaal in, die werking? Is dat echt het hout wat door de lakken naar boven komt? Ja. Dat zit dus, die vlam die zit in het hout. Dat is de spiegel van het hout. In het achterblad is gemaakt van ahorn. Ja. Wij noemen dat esdoor. Esdoor, ja. Maar in de vioolbouwwereld heet dat ahorn. En dat is ook weer hetzelfde. Dat is een hele speciale soort die op weinig plekken groeit. En op weinig plekken is het hout geschikt voor de vioolbouw. En daardoor is het zeldzaam en duur. En Annelies, alle hout is geen timmerhout. Ik zie jou, als ik bij jullie in het atelier kom, vaak aan celli werken. Jij pakt meestal de grotere instrumenten, nee, of niet? Nee, hij is ook wat kleiner dan jij, dus ik zou hem kunnen voorstellen. Nee, ik bouw violen, altviolen en cello's. Ja. Net als Jaap. Ja, ja. En Jaap heeft ook nog wel verschillende contrabassen gebouwd. Ja, maar daar heb ik mij nooit aan gewaagd. Denk ik, wat moet ik eerst feministe worden? En daar geen zin in. Nee. Ik heb jou ook nog meegemaakt trouwens, dat jij een salonorkest leidde. Want eigenlijk ben jij meer musicienne dan Jaap. Hij speelt wel, maar dat stel hij ze wel voor. Ik zou niet zo optreden. Je haalt een mooie klank uit, maar dat hoeft niet. Maar jou heb ik meermalen zien. Ja. Doe je dat nog in dat salonorkest? Nee, dat doe ik niet meer. Ik heb het ook nooit geleid, hoor. Ik had wel de zakelijke leiding, maar we waren een groep van 9 vrouwen. Ja, ja. En dat was begonnen als een soort grappige, leuke, iets anders dan het gebruikelijke repertoire. Ja. En dat groeide uit tot een heel erg leuk, vrolijk, prettig, aangenaam. Ja, ga door. Ja. Maar op een gegeven moment houdt het gewoon een keer op. Het waren 9 vrouwen. En daar hebben een beetje wij genoeg. Dat niet was ontzettend leuk. Ja. Nou, ik moet nog wel even één ding zeggen. Nou. Want ik had het genoegen, als enige man van al die vrouwen, dat ze wel thuis altijd repeteerden. Ja. En dat ging vaak tot diep in de nacht. Dus dan mocht ik na afloop mocht ik ook erbij zijn als het glas wijn. Dus ik was wel heel bevoorrecht. Ja, ik wist het, je bent een bevoorrecht mens, hoor. Maar wat iedereen wil weten, want ik heb in een kleine kring verteld dat jullie eindelijk een keer zouden komen. Die zeggen van, laat die mensen zitten in een atelier, hè, we gaan daar straks kijken. Vol gevaarlijke dingen zoals er zijn hamers, beitels, waarbij echte lieden na zoveel jaar elkaar naar het leven kunnen staan. Want hoe doen jullie dat? Want je zit in een beknopte ruimte, het is een grote kamer als suite, maar toch, je kunt elkaar niet ontlopen. En ik weet van jou wat voor moeilijk mens jij bent. Dan denk ik van, hoe redt die Annelies het allemaal? Ja. Omdat dag in, dag uit. Talent. Zit u daar iedere dag of niet? Ja, iedere dag. Echte werkweek. Ja, ja. Ja, vanaf 9 uur 's ochtends en tot eind van de dag. En soms ook in het weekend. Maar ik bedoel, dat is nooit het is nooit een straf. Het is heel tolerant. Het is altijd leuk. En wij hebben een wederzijds respect voor elkaar. Nee, dat is mij al te goed bekend. Maar dat wil 's morgens tot 10 uur nog niet altijd lukken, begrijp ik, bij sommige relaties. Nou, maar bij jullie zit dat wel goed. Dat is geen punt, nee. Ah, ja. Nee, dat is echt geen punt. We hebben zelfs ooit één keer met z'n tweeën, en dat was een uitdaging, want dat is van een vriend-klant. We hebben met z'n tweeën samen 1 instrument gebouwd. En dat doen we nooit, want elk instrument, elk onderdeel maken we helemaal apart. Ja. Annelies bouwt haar instrumenten, ik de mijne.
In één keer heeft een klant ons toch zover gekregen dat, dat wij samen een instrument hebben gebouwd. En dat, toen heb ik nog gezegd, is dat nou om ons een beetje op de proef te stellen. Ja. Huwelijksproblemen aan te praten of zo. En dat was het niet helemaal. Maar het is gelukt en we hebben ook na afloop... Het klinkt harmonieus. Gezegd van, dat zou je echt best nog wel eens een keer willen doen. Ja, het was heel erg leuk. Ja. Een beetje raar in het begin. Want dan denk je, wat doet dan de een en wat doet dan de ander? En hebben we allerlei flauwe grappen opgemaakt. Maar uiteindelijk ben ik gewoon begonnen. En daarna ging het eigenlijk vanzelf. Wordt er geen tegenstand meer, heet het dan. Hè? Al het zware werk die we daar ook doen. Hè? Ik moet alleen, jullie hebben ook in de zomer, heb ik begrepen, dan worden de strijkstokken opnieuw behaard. Dat zijn typisch van die klussen die moeten gebeuren. In de zomer? Ik zie jou zo verbaasd kijken. Ja. Ik dacht dat dat een, als ik het fout zeg, moet je gewoon slaan, hoor. Maar dat jullie een vaste periode hebben ingesteld waarin strijkers hun stok opnieuw kunnen laten behaard. Ja, dat is gewoon eens in de maand bij ons. Maar dat is ook ruim te interpreteren, hoor. Als iemand een probleem heeft en het moet gebeuren, dan gebeurt het gewoon. Maar in principe de eerste woensdag van de maand. Okay. En de zomer, die, trouwens omdat je over de zomer begint, die houden wij juist heel graag voor... Dat je ongestoord aan een nieuw instrument kunt werken. Ja, in Martinszee, in Frankrijk. Ja, dat moet ik vergeven. Hey, we gaan naar de Heuvelaan toe. En we gaan eens even kijken. En dan gaan we ook even zien wie allemaal van jullie strijken en spelen. Alvast erg bedankt dat jullie hier in de Vorstin zijn. En die paar meter doen we te fietsen. Dan gaan we even bij jullie thuis kijken. Okay. Heel leuk. Dank je. We staan hier eigenlijk in het salongedeelte van jullie atelier. Want het harde werk, het bloed, zweet en tranen, dat gebeurt in de kamer als suite, maar achterin. Maar wat zie ik hier nou eigenlijk? Want ik heb hier een grote kast. En zijn dat nou... Dat is een beetje onze collectie, zal ik maar zeggen. Dat zijn instrumenten die we zelf gebouwd hebben, grotendeels. Instrumenten die we niet hebben verkocht omdat we ze graag willen houden. Zoals het gezellenstuk, het meesterstuk en het nummer 100 en... Nou, daar hangen violen, alte, celli en onder andere gitaar en viola d'amore, die hangt daartussen. Ik zal even die kast open doen. Ga eens even kijken. Maar inderdaad, de dingen... Hier hangt een viola d'amore. Ja. En dit is een cello, die is wel te koop. En dat is weer een viola da gamba. Nou, dus, kortom, de meeste instrumenten hebben we gebouwd en soms bouw je maar één of twee keer een viola d'amore en dan hou je er één zelf voor je eigen collectie. Met zo'n instrument ben je enkele honderden uren bezig voordat het klaar is. En dus elke handeling kost heel veel tijd. Maar dan heb ik dus het bovenblad in wording, hè? Ja. Dus hier komen nog de vioolsleutels in. Wat wordt hier dan aan de binnenkant? Wordt die hier nog hol gemaakt of niet? Wordt hier hol gemaakt. Ja. En dan komt een zangbalk in en dan daarna worden hier die F-gaten in gesneden. Wat is de zangbalk dan? Is dat een lange strip? Het is een lange balk die ervoor dient om de trillingen wat gelijkmatiger en sneller over het blad te verspreiden. Ah, ja. De lage trillingen. Hier gaat het grove werk nog eventjes. Ja, dus dat lijkt heel grof, want je steekt dus zo met een beitel, steek je alles wat overbodig is weg. Maar je kunt dus best wel eens een beetje... hebben dat je bij de eerste steek soms al zo diep gaat dat je zegt, nou, de rest van het stuk moet een kruisje zetten, want dan moet ik niet meer weghalen. Het lijkt, nu is dit nog heel dik, hoor. Maar je kunt je voorstellen dat dit is dan dat blad. Ik zal even dat andere erbij pakken. Dit is het bovenblad. Wat aardig en, dik, hè? Ja. Ja, dat is dus helemaal nog dik. Dat zijn twee delen aan elkaar gezet. Ja, die worden kopsgelijmd, hè? Ja. Wat is dat nou voor lijm? Dat is beenderlijm. Ja, toch wel. Ja, ja. Dat dus dat wordt hier altijd opgekookt. Ja. En dat geeft ze middags een lekkere zoete lucht. Hè? Ja, dat valt wel tegen, hoor. Dat is een hele karakteristieke lucht. Ja. Maar dat is dus gewoon, wij gebruiken dat omdat dat al eeuwenlang bewezen is, heeft dat het goed blijft. Ja. En het hele instrument wordt in elkaar gezet, ook met beenderlijm. Omdat je later, als er eens een keer schade is, het instrument weer uit elkaar kunt halen. Er zijn al hele sterke lijmen. We zijn zo sterk dat je dat niet meer in onderdelen uit elkaar kunt halen. We gebruiken dezelfde lak, maar toch zijn Jaap's instrumenten totaal anders van uiterlijk. Door de manier waarop je die lak bewerkt dan mijn instrument. Ja. Iemand die nou opdracht geeft om jullie om een instrument te bouwen, geeft die dan ook aan of zij welke donkerte, hoe licht die zou moeten zijn? Want ik heb natuurlijk violen gezien van jou die heel licht... Heel verschillend, want als je deze... Daarnaast houdt, dat is een altviool. Ja. Die is heel anders. Deze is nou ondertussen ook al wel, ik denk 25 jaar bespeeld. Ja.
Het is van iemand in het orkest. En dan gaat het mooi sleten. En dat is natuurlijk het mooie. Als een instrument bewerkt wordt, bespeeld wordt, dan gaat het vanzelf sleten. Ja. En tegenwoordig zijn er heel veel vioolbouwers die imiteren. Ja, en dat is afschuwelijk. Ik heb het in de fabriek gezien. Dit is echt afschuwelijk. Kunstmatige houderij. Ja, precies. En dit gaat allemaal vanzelf. En dan zie je toch, ik zal zo een cello laten zien van Ernst Reiziger. Wat is dat? Nou, ja, een cello. Dit is een cello. Ja. Die dus nu, denk ik, 30 jaar oud is. Oh. En die heeft de hele wereld gezien. En is overal geweest. Dat is een gebruikssporen. En dan zie je dus helemaal dat de hele sletage is puur natuurlijk. Ja. En dan wordt het een soort schilderij en dan wordt het mooi. En je kunt denken van, oh jammer. Maar die oude instrumenten, die hebben ook door de eeuwen heen die slijtage gekregen. En daardoor hebben ze een soort patine dat heel mooi is. En dit is de cello van Ernst Reiziger. Dat is al een hele oude vriend klant. En die kennen we heel lang. En voor hem, ik vertelde het verhaal dat we één keer in ons leven een instrument samen hebben gebouwd, Annelies en ik. En voor hem hebben we een nieuwe cello gebouwd met 5 snaren. Daar zit een lage, F op. Ja. Dus hij kan ook helemaal tot de contrabas lagen. Hij doet gekke dingen met zijn cello. Ja, dus dat geeft ook gebruikssporen natuurlijk. Ja. Ook dat. Ja, want hij gaat alle kanten mee op. Ja, precies. Ja. Maar op zich is het heel leuk, want hier komen ook af en toe experts uit het buitenland. En dan zien ze die cello staan, want hij staat nu eventjes hier te pronken. En dan lopen ze naar die cello en zeggen, wat heb je daar voor een mooie oude Italiaan staan. Ja. Goed, gaan we naar de agenda toe. Ik heb als de goede traditie inmiddels Stephanie Holstegen van de Vorstin. Ja. Maar de afspraak is ook dat ik mag eerst en dan mag jij met jouw dingen. En wij gaan al naar dinsdag toe, aanstaande dinsdag. En dat is met de oude, dat is in het Raadhuisconcert. En dat is een programma waarin onze oude dichter, of onze vorige dichter des Vaderlands, Ramzi Nasser, die gaat met muzici van de radioorkesten een dialoog aan tussen zijn werk als zeg maar oud dichter des Vaderlands. Maar dat wordt vermengd met een kamermuziekversie van de 4e symfonie van Mahler. Dus dat moet hele spannende vergezichten opleveren. En als u me een keer in het wild wil tegenkomen, ik zit op de eerste rij, want ik wil dat niet missen. Dan gaan we naar wat we in een vorige uitzending al even hadden. Vrijdag de 8e in Utrecht, in Utrecht. Daar treedt Hermine Deurlo, de jazz mondharmonica speler op. Nou, als u haar in de vorige uitzending hebt gezien, mag u dat zeker niet missen. De dag daarop, de zaterdag de 9e... kunt u daar dat fantastisch leuke, intieme, kleine Sint-Antoniuskerkje in Kortehoef. En daar is Paul de Boer, die is met zijn kamerkoor Pure Sang bezig met een heel bijzonder programma. Nou, ook leuk om mee te maken. En ik zeg het maar als waarschuwing, maar de Matthäus-tijd komt eraan. En dat betekent dus dat in Nederland vele honderden letterlijk uitvoeringen van de Matthäus gaan. En het Gooi zal daar stevig zijn partijen mee blazen. Uiteraard, de Nederlandse Bachvereniging doet al 5 of 6 opvoeringen in de Grote Kerk in Naarden. Maar alweer Pieter-Jan Leusink met zijn Bach Choir, een buitengewoon actieve club. Die gaat in Amersfoort in de Martinuskerk, begint hij al op zondag de 17e 's avonds met de Matthäus Passion. En daarmee bijt hij voor de regio echt het spits af. Want de meeste uitvoeringen van de Matthäus Passion die beginnen zo eind maart. Dan krijgen de Johannes Passion in Loenen. En dan die hele serie die de Nederlandse Bachvereniging doet vanuit de Grote Kerk in Naarden. En waar je op Goede Vrijdag nooit hoeft te komen. Want dan zit de hele politiek daar, althans alles wat zich op straat durft te vertonen. Dat komt vrijdagmorgen traditiegetrouw naar de Grote Kerk in Naarden toe. Het wordt tijd om naar jou toe te gaan. Vertel het maar. Wat popmuziek gaan we krijgen. Zaterdag 9 maart van de band van de legendarische Herman Brood, The Wild Romans, hebben we hier staan. Volgens mij, je vindt het of helemaal fantastisch. Doen buiten ook dat album, doen ze ook nog andere tophits natuurlijk van Herman Brood. Maar ja, het is gewoon denk ik één grote amazing spektakel en lekker legendarisch. Het heeft inderdaad legende geschreven. Er zijn zoveel mensen in Hilversum die al die nummers en die platen nog kennen. Dus dat zal wel spannend worden. Ja. Beemaster. Beemaster. Ja, Beemaster. We hebben ze al een keertje eerder gehad. Het was een jubileumtour, maar het is echt gewoon lekkere blues en gewoon heerlijk. Volgens mij, hij doet echt allemaal liedjes, maar dan een beetje op een bluesy manier gaan ze het wegzetten.
vrijdag 15 maart staat het bij ons gratis. Entree was de vorige keer echt ram en ram vol. Dus als mensen daar nog graag naartoe willen, kom op tijd. De deur gaan om 7 uur open en om 7:30 gaat het starten. Hans Dulfer is erbij geweest, Jan Akkerman ja, en zo. En heel veel grote namen. Er is altijd nog zo'n naam als Robin Ford, hè, zo'n bluesgitarist die daar nog, dat nog een beetje over straalt. Dus dat moet voor de diehards moet dat een fantastische avond zijn. Ja, dat kan niet anders. Ja. En dan gaan we Noor, eindelijk. De Lounge Jazz, hè? Maar die komen nou voor de tweede of derde keer zelfs. Hè? Ja. Dus dat wordt weer full house, denk ik, hè, voor jullie. Ja, altijd. Altijd een volle bak, maar wel echt, ik zelf vind het echt heel erg goed. Het is misschien commercieel, maar toch breken ze ook niet door. Aan de andere kant hier in Nederland. Ze zijn wel heel groot, maar niet zo commercieel dat het gedraaid wordt en... je plat gegooid wordt met Gare du Nord, dat zeker niet. Maar het is supergoed en die muzikanten zijn ook echt heel erg goed. Dus, ik wou het zeggen, en dat is echt zo'n gelegenheid. Het is s'avonds, neem ik aan. Ja, dat je met een glaasje martini met een kersje erin, of een daiquiri of een crodinootje, dat moet je dat meemaken. Ik moet nog even zeggen wanneer het nou precies is. Ja, 16 maart, zaterdag 16 maart. En wat kost het? Het kost €22,50. Nou, kijk eens aan. Mensen, dit was de 12e uitzending van De Tafel van. U kunt het vandaag de hele dag bekijken, maar wie daar niet genoeg van heeft, die kan vanaf maandag, vanaf morgen, via www.rtihilversum.nl of via YouTube het nog net zo vaak en net zo lang bekijken als die wil. Goed, leuk dat u gekeken hebt en over 2 weken dan zijn we er weer. Tot dan.